Hey mensen, hier kijken naar Spooky 611 en vandaag weer een nieuwe aflevering 2 versus 2 met HSV en de avonturen van Barry natuurlijk. Of die vergeet mij helemaal. Ja, sorry man, ik ben nog helemaal van de laatste wedstrijd. Ik ben benieuwd naar je reactie. Wat er uiteindelijk van is gekomen. Hoe hebben wij gespeeld? Ja, dat zie je dus dan op YouTube. Dat heb je eigenlijk nu al gezien. Ja, dat heb je al gezien. Ja, wat vond je van de vorige aflevering? Ik vond het hartstikke goed. Ons samenspel was fantastisch. Ja, maar wat ik je cadeau heb gegeven. Dankjewel. Je zult het allemaal wel zien. Wij gaan ervoor. Wij spelen tegen twee Nederlanders die met Flamingo spelen. De Pretender. Pretender, what the fuck. De Pretender NL en Asia Mulder. Ofwel Mulder. We spelen tegen twee. Zo! Wat heeft die een knal? We spelen tegen twee Nederlanders. En toevallig zijn wij ook twee Nederlanders. Wij zijn toevallig ook twee Nederlanders. Nou, bij jou. Weet het niet helemaal. We spelen met Son en die andere, Rudnieuw Nefs. Rudnefs en Son spelen we voorin. Vaart. Ja, van de Vaart daarachter. Nou, let's go. Asi Maluku. Oké. Die zijn veel van de trucjes, zo te zien. Dat moet wel een probleem vormen voor jou. Nee, hallo, dat is gewoon wel normaal bedoeld. Zie je? Ja, ik was niet in de verdediging toen, hè? Dat kon ik zeggen. Dat klopt. Alleen dan komt er dat jij ach zei, dus ik zat helemaal... Oh ja, tuurlijk. Dat is echt zo. Dat komt door de ach. Nee, niet per se door de ach, maar omdat jij helemaal op reageerde. Dat ik helemaal... Dat wou resetten, of hoe noem je dat? Dus ik let er niet op wat ik deed. Nou, Son. Oh, mooie bal. En wat doet Aobo ermee? Hij praat een beetje. Ja. Oh, nee joh. Oh, ik tik hem zo zachtjes in, hè. Ja, daar. Ja, mooi. Nou. Son of a piep. Wat een son of a piep. Ja. Niemand. Zag ik al op de radar. Dat was het eerste waar ik naar keek. Oh, Son. Jeetje. Kom op, man. Ja. Zo. Nee! Ja! Oh, ja! Son! Lekker. Son! Hoppakee. Lekker even je arm door de corner vlak. Ik wou hier terugpasen, maar ja, dat is ook goed, Son. Nee. Oh, ja joh. Wel goed verdedigd, hè, Barry? Kom op. Ah, fuck. Nou, spectaculair, hè? Ik vind dat zo lame.
constant diezelfde tikken zien. Ja hoor. Zo. Ging tegen mijn kopje aan. Kopje? Joppie tegen mijn kopje. Oh, oh, oh. Die ging ook tegen een kopje aan en nog hebben ze. Buitenom gemoeten. That would be lovely. Jammer. Nee. Zo nou. Drukte, joh. Zo laat dat het beschrijft. Ja! Oh, eindelijk een keer geluk. Shit. Eindelijk een keer een beetje geluk inderdaad. Lekker, kopbal, bam. Hey, we krijgen een beetje geluk erbij. Hoppa, okay. Oh, ah, dat is doorliep. Kom op. Lekker bal overspelen. Wist ik niet dat hij dat ging doen. Dat is standaard. Oh, wat? Dat is helemaal niet de bedoeling. Zo. Kom op, Son. Yo, ja, ja, loppie. Oh, scheid. Yes! Yes! Penalty, hoppakee. Die gaat hem nemen. Nou, wat hoop jij? Vind ik ook scheid. Potverdorie, Biggie. Goed gedaan. Goh, jezus. Nee, hey, jij maar. Godverdomme. Jij doet ook geen dingen meer nemen. Hallo, ik neem rechts. Ja, links moet je dat doen. Dus. Moet je dus links doen. Hij zegt toch altijd links. Oh ja, maar links. Ja, what the fuck. Maar iedereen weet dat altijd links. Ja, daarom denk ik zo, oh, dan gaat hij pas de rest doen. Nou, maar dat was gewoon een goede penalty. Alleen ja, de keeper die zat die redden. Op de trap. Maar ik wou hem al niet nemen, dus ik was onzeker. Net zoals in. Als je hem al niet wil nemen, dan moet je hem ook niet nemen. Maar ja, ik moest het doen. Ik werd gedwongen. Ja, pas. Oh, hij wou niet pasen. Hij wou niet pasen, want als ik in één keer terug paas, dan kon jij keihard uithalen. Wat een sukkel zijn. Vind je niet? Ga eens kijken hierna, de Nederlanders. Oh shit. Ja, maar ja, denk eens anders. Ja, oké, okay, maakt niet uit. Ik vind het gewoon stom. De manier van hun spel kan toch?
Hij vindt jullie spel gewoon ongepast. Wat bedoelt hij ermee te zeggen? Ongepast. Nee, helemaal niet ongepast, want je mag het doen. Dat, ja. Dat hele lange dribbelen en zo. En constant die fake shot rondje in Brazilië gebruiken voor die 5 star skills. Alleen ik vind die langdradigheid vind ik stom. Nou, dat kan ik toch vinden. Dat is ja. Helemaal niet... Eigen mening mag. Hè? Zeg eigen mening mag. Ja, vind ik ook. Dat is ook helemaal niet afblaffend bedoeld. Afblaffend? Dat ik zo... Okay. Okay. Laten we weer concentreren. Concentration. Mode activate. Oh, wat doet hij nou pas van de vent? Ik dacht ik heb zoveel ruimte. Nou, ik wil schieten, gaat hij niet schieten. Ja, ski-probleem. Ik heb een ski-probleem. Wat zeg je nou niet dat je gaat schieten? Ik schrik me de pleurs, man. Jongen, jongen. Ik denk, ik ga gewoon naast de keeper staan. Ja. Mooi. En knallen! Oh, shit! Oh, dan ik moet dan nemen. Ik ga heet het gaan wisselen met spelers dat ik hem neem. Kapies? Dat is gewoon... Ik heb nog nooit zo hoog zo'n ding zien krijgen. Ja. Oh, je mag hem wel nemen, joh. Nou, nu gaat hij met wel de waard. 1, 2... Shit, kip, kip! Oh, shit. Oh. Ja, dat is ook wel logisch dat hij dan ineens de andere kant komt. No offense, maar ik schoot hem beter in. Oké, okay, we moeten wel weer back to concentration. 2 penalties gemist. Stond ik kon er 4-1 voor staan. We houden spannend. Kijk eens. Penalty. Ik wil wel een derde, ja. En een vierde. Oh, dat deed ik expres zo in de verte, weet je. Oké, even back to basics. Nee. We moeten even alles oppakken, want dit is emotioneel een beetje te veel schade. Nee joh, rustig, we staan er ja, toen jij emotioneel zei, toen... dit man. Is dit man. Ja, paas, kop, ja! Nu, nu! Wat is dat nou weer? Ja, ik kon toch niks doen, nu zeg je, terwijl ik die bal ligt 5 meter voor me. Daar zit jij ook aan, weet je wel. Paas dan, paas dan! Maar niet als de bal 5 meter voor je zit. Ja, maar dat weet ik niet. Oh. Ik zeg paas dat als jij die bal aan je voet hebt en gewoon normaal... Nee. Ja, oké. Paas dan. Ja, de bal was al weg hoor, dat is geen paas. Ja, de bal was al weg, maar daarom zei ik paas dan, die had moeten paas. Wauw. Is dat offside? Nee. Nou, kom op Son. Come on Son, hit him! Ja, lekker! Lekker, lekker. We hadden al 5-1 moeten staan. Eins. Zwaai. Het is heel raar bij jou ook. Oh, dat was wel een
heel raar geplaatst schot. Echt zo. Doen we even. Wat een wedstrijd, joh. Zo. Sportief weer. Sportief. Zo. Zo. Hey, dat kan ik ook. Die bal, die kaart, die kan hem teruggewachten. Oh. Hoppakee. Oh. Slim, man. Zo. Nee. Wat doe je? Gewoon bal weg, toch? Ja hoor, nice. Oh, wil zeggen dat het mijn schot is? Wat? Je bent echt met de stem van, nice, jouw nice. Nee, maar zeg maar, gooi het eruit. Oké, laat maar. Nee, gooi het eruit. Nee. Schop er niet op, je gevoet. Wat? Schop die op je voet? Nee, schop er niet op. Kop er niet op? Ja. Krop. Oh, krop het niet op. Mooie overtreding. Geen roodje. Oh, die waarde. Die is pastisch. Oh. Oh, daar ben ik terug. Ik zit helemaal niet op de wedstrijd te lopen. Oh! Elke keer was jij die man. Ja. En elke keer zei hij, oh! Oh! Nee. Oh, zie de keeper. Zie de keeper gaan. Huh? What? Offside, hoe kan het nou weer offside zijn? Het was geen offside. Je loopt achter die keeper aan. Het is doeltrap, dat zie je toch? Nee, ja, daar doeltrap, op die lijn. Oh ja, inderdaad, dat is een beetje apart. Just saying. Keeper. Come on, rennen. Zo. Zo. Enthousiast. Niet aannemen. Oh ja. Shit. Hij neemt hem aan, hoor. Jongen. Zo. Zo slecht, hè. Jij drukt volgens mij meteen de eerste seconde op die standing tackles. Niet de eerste seconde. Zo, standing tackle. ik wist dat je het alleen ging doen. Oh. Dat wist ik al. Ik zat jij ging niet meer vrij lopen op het einde, dacht ik. Okay. Wat? Ik liep de hele tijd vrij. Niet op het einde. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Jongen, we lopen niet op te letten. Hij krijgt een schotkaart. Oh shit. Oh, shit, ik ben niks benieuwd. Waarom kan dat? Altijd als we gaan praten, raak ik onze concentratie kwijt. Ja, je moet ook niet gaan praten. Oh, dan ben ik gaan praten. Jij begon net, ik wist dat je al leeg. Dit is toch geen commentary, man. Oh, dit is wel een commentary. Jongen, die gaat... Oh, man. Je gaat zo ook lachen. Ja. Oh, schijt. We hadden dit moeten winnen, maar dat hebben we niet gedaan. Nee, penalty's gemist. Story of our life. Voor mij hebben we zoveel afleveringen opgenomen. En we hebben drie kwart gelijk. Wat hebben we genomen? Opgenomen. Oh. Wat hebben we opgenomen? Niks. Jawel, we zijn aan het opnemen. Oh. We hebben deze aflevering opgenomen. En weer verloren. Gelijk speelt. Eigenlijk, het voelt als een verlies. Het voelt als een verlies, inderdaad. Maar wat vind je het ook gek met 8 schoten voor hun, 5 op doel en wij 16 schoten, 9 op doel. Oh, dat maakt niet uit.
Hun verdienen het. Goed gespeeld van beiden. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren. Druk ook even op dat duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei. Zeg jij ook nog doei? Doei. Ben je boos? Nee. Doei. Een beetje boos.